Wat is jouw eerste reactie na afloop van deze wedstrijd, Adrie? Balen. Balen vanwege het feit dat je verloren hebt. Dus dat op de eerste plaats kunnen komen, nou, dat is niet gelukt. Dus het is een nederlaag sinds lange tijd, dus dat is balen. Simpel. Ben jij geschrokken van de eerste helft? Nee, ik ben niet geschrokken. Als je kijkt naar het voetbal, denk ik dat het nog niet zo slecht was. We maken alleen 2-3 individuele fouten in het verdedigen waar we normaal heel sterk in zijn. Ging ze nu eigenlijk vrij makkelijker in. En dan sta je in de rust in één keer met 3-0 achter. Dus over het voetballen was ik nog niet zo ontevreden. Maar het is met name in het tegenhouden deze keer dat we veel fouten hebben gemaakt. Is dat verwijtbaar, die fouten? Ja, fouten zijn altijd verwijtbaar, maar neem je ze daarin niet kwalijk? Ja, je neemt ze altijd kwalijk, want uiteindelijk gaat het om de afspraak en om dingen te voorkomen. Alleen ja, het is ook wel eens zo van de vorm van de dag, zit je lekker in je vel, heb je de situatie gelezen. Ik heb even de doelpunten teruggekeken. Ja, daar zijn we gewoon veel te makkelijk in uitgespeeld. Dus wat ik al zei, dat is gewoon slecht. En dat hebben we hele lange tijd hartstikke goed gedaan. Nu was er vandaag echt een heel stuk minder. Is het ook een lesje effectiviteit wat je in die eerste 45 minuten krijgt? Nee, want dat vind ik over het algemeen bij ons ook wel een goede zaak. Dat we vanuit weinige kansen die we creëren, dat we daaruit scoren. Dus nee, ik denk dat we gewoon moeten kijken van die individuele fouten. Die moeten er gewoon uit. En dat was nu vandaag heel erg aan de orde. Maar voor de rest is er niet zoveel leuks. Terwijl ik van boven naar beneden loop, hier is volgens mij de meest gehoorde opmerking van Sparta-supporters die ik krijg. Waarom beginnen ze een wedstrijd nou niet zoals ze hem in de tweede helft spelen? En dat hoor ik de laatste weken wel bij meer wedstrijden van jullie. Speel jij ook met die gedachte van hoe kan dat nou? Nou ja, je hamert wel op het feit van dat je beter moet beginnen. En vooral tegen Dordrecht die van begin af aan er snel bovenop zitten. Ja, dan moet je vanaf de eerste minuut bij de les zijn. Maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft, dat heeft te maken met de stand en de manier van spelen. Ja, en dat je uiteindelijk wat meer aanvallend gaat wisselen en Dordrecht gaat wat verder terug. Ja, dan krijg je een wedstrijdbeeld van de tweede helft, dat is heel totaal anders dan de eerste helft. Laat Mario Bilate bij zijn invalbeurt, als we dan op zoek gaan naar lichtpuntjes, wel zien dat hij dicht tegen de basiself zit. Ja, nou ja, jij zegt lichtpuntjes, maar als je de tweede helft hebt gezien, dan... Ja, voor hetzelfde geld kun je misschien minimaal gelijk spelen en kan hem nog winnen. Dus het is een wedstrijd met twee gezichten waarin we de eerste helft wel gevoetbald hebben, maar te slordig zijn geweest in het verdedigen, te makkelijk. Ja, de tweede helft zie je dat niet alleen Mario, maar ja, dan staat er wel een elftal wat uiteindelijk twee doelpunten maakt, maar dan hadden er nog veel meer kunnen zijn. Dus, dat is het jammere. Ja, ik gebruik ook de term lichtpuntjes, omdat je natuurlijk verliest van een concurrent die hier vandaag laat zien dat ze dat wel eens voor langere tijd kunnen blijven. Ja, maar dat hadden we van tevoren al gezegd. Dus ook dat is niet zo verrassend. Alleen de verschillen zijn heel klein. In de eerste helft leek het heel groot, maar de tweede helft, volgens mij heeft er nog maar één team gevoetbald en kansen gecreëerd. En de andere team heeft alleen maar tegengehouden. En niks te nadelen van Dordrecht, want dat hebben ze goed gedaan. Uiteindelijk hebben ze daarin gewonnen. Dus wij zullen in dat soort dingen nog beter moeten doen. Maar toch het verschil in voetballend vermogen, als ik die term kan gebruiken, dat vond ik toch wel erg behoorlijk tussen jullie ploegen. Baart dat zorg of zie ik het dan verkeerd? Ja, ik denk dat jij het helemaal verkeerd ziet. Want als je ziet hoe ze de goal scoren, dat is eigenlijk vanuit de omschakeling. De derde goal is een lange bal van de keeper over 40 meter. En Pieter Nijs schat er verkeerd in en het is 3-0. Ja, dat heeft volgens mij niks met echt heel concreet veldspel te maken. En als je de andere goals analyseert, is het eigenlijk vanuit de omschakeling, waar wij normaal zelf ook goed in zijn. Ja, dat hun zijn 3 keer bij de goal geweest en 3 goals. Hartstikke goed van hun. Maar het is nou niet zo dat we daar in de eerste helft ondersteboven zijn gespeeld door Dordrecht. Dat heb ik niet gezien. Nu op maar naar de volgende en dan de punten weer pakken. Weer beginnen aan hopelijk weer zo'n sterke reeks die je hebt gehad. Ja, moeten we ons ook niet gelijk van de wijs af laten brengen omdat we van de nummer 1 verliezen. Alleen we moeten weer gewoon doorgaan met de dingen die we doen. En zorgen dat we weer die punten gaan halen. Dus ik denk op basis van de tweede helft, als je het voor elkaar kan krijgen dat het 90 minuten is, ga je nog heel veel punten halen.